Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bekijk het maar. Vandaag gaan we praten met niet één, maar met twee gasten. Samen vormen zij een theaterduo dat inmiddels al sinds 2010 haar oorsprong kent. Ze zijn twee androgyne verschijningen die zich middels hun bijzondere manier van theater maken weten te onderscheiden van elke andere vorm van theater. Hun theaterstijl, een combinatie tussen modern muziektheater, opera, cabaret, zoals dat uit Berlijn van de jaren 30, de burlesque, in een mix met invloeden daarvan en de hedendaagse musical, maken hun voorstellingen tot een totaalbeleving. Ludiek heten ze. Mag ik u voorstellen aan Gerard Rent en Martijn Mulders. Dankjewel. Welkom. Dankjewel. Superleuk dat jullie er zijn. Volgens mij hebben we nog niet eerder een opname gemaakt met twee gasten, maar altijd met één gast. Maar daar is nu verandering in gekomen. Ik vind het wel leuk om eventjes te melden dat ik getipt ben door Monique Collignon. Mm-hmm. Ik maakte met haar een podcast en toen zei ze, je moet Martijn en Gerard ook een keer interviewen. Die zijn toch van Ludiek, die ken je toch wel? Ik zeg, nee, die ken ik niet. En toen zei ze, als je nou even wacht, Martijn komt zo. Klopt. En ik ben blijven wachten en toen hebben we elkaar eventjes de hand geschud. En ik zie ook dat jullie prachtige kleding van Monique aan hebben. Zeker, ja. Absoluut. Ik zie allemaal MC'tjes erin staan. Overal. Die heeft ze erin verborgen. Ja. Ja. En maar heel leuk dat we op die manier zo tot elkaar zijn gekomen. Ja, zeker. En eigenlijk bracht Christophe Rutsaert, de weduwnaar van Robert Long, mij nog meer attent op jullie toen jullie de voorstelling Levenslong gingen spelen. Daarover straks meer. Eerst een klein beetje over jullie zelf. Laat ik met jou beginnen, Gerard. Wie ben je? Waar kom je vandaan? En hoe ben je tot dit gekomen? Zo'n drie vragen in één vraag. Ja, inderdaad. Nee, ja. Hoe kom je tot iets? Het is eigenlijk gewoon de persoon die ik ben. Hoe ik in het leven sta. En dat breng ik ook naar het theater. Om het heel kort door de bocht te vertellen. Ja. En het is niet een idee wat ooit is ontstaan om theater te gaan maken, om te gaan zingen of te gaan, wat wij ook allemaal maar doen. Het is eigenlijk gewoon iets wat van binnenuit komt en wat nog steeds gelukkig mijn dagen vult vol hartstocht en passie, kan ik wel zeggen. Ik kom oorspronkelijk uit Zeist, uit de buurt van Utrecht. Maar wij hebben elkaar leren kennen op een muziektheateropleiding in Tilburg. We wonen voor een deel, woonden voor een deel in Amsterdam. We zijn vooral veel onderweg in het Duitsstalige Europa. Dus dat is waar wij vooral momenteel heel erg veel te vinden zijn en wat ons bezighoudt. Ja. Ja. En waar kom jij vandaan, Martijn? Ik kom een stukje verder weg vandaan. Ik kom uit Zuid-Limburg. Dat is niet te horen, joh. Nee, maar kan het nog wel, hoor. Oh, ja. Oké. Okay. Ik ben al vanaf mijn zesde druk met zingen en theater. En inderdaad, sinds ik Gerard heb leren kennen op de muziektheateropleiding in Tilburg, hebben ook onze paden zich gekruist en gaan we ook samen op pad. Ja, maar het lijkt me wel heel bijzonder als je en partners bent en met elkaar voorstellingen maakt en met elkaar voorstellingen optreedt. Komen jullie nog wel eens los van elkaar? Oh, zeker, zeker. Want wat heel veel mensen ook niet weten, is dat naast Ludiek hebben Gerard en ik ook allebei nog een soort tweede carrière ernaast. Ik treed heel veel als solo-artiest ook op in musicals, bij concerten, operetten. En Gerard heeft daarnaast zijn fantastische carrière ook in de paardensport. Ja, dat deel ik dan ook met Monique Collignon. Tuurlijk. Monique is ook een paarden. Fanaat, kan je wel zeggen. En ik ook. Zeker. Ik heb altijd en nog steeds in de paardensport gewerkt. En dat is nog steeds een deel van mijn bestaan. Alhoewel het podium van Ludiek steeds meer plaats in is gaan nemen. En onze werkzaamheden, ook voor Martijn, grotendeels bestaan uit alles wat we met en rondom Ludiek doen. Ja. Okay. In mijn inleiding zei ik, sprak ik over twee androgyne verschijningen. Hoe kan je dat het beste omschrijven? Nou, we zijn zo überhaupt in het leven, maar zeker ook in Nederland, ontzettend op zoek naar welke label kunnen we op wat plakken. Ja. Hoe moeten we dit duiden op alle fronten, zowel persoonlijk, want dan kom je in het androgyne gebied, als in het theater. Wat is het voor een voorstelling? Is het muziektheater? Is het cabaret? Is het alle? En bij ons is het eigenlijk een verzameld werk, zou je kunnen zeggen. En zo ervaar ik mezelf ook. Dus natuurlijk hebben we allemaal. Dus er zit een verzameld werk naast me. Eigenlijk wel. Ja. En ik denk dat het ook naast mij zit namelijk. Ik
Ik denk dat elk mens dat op zijn eigen manier heeft en mag ervaren. En dat dat misschien niet allemaal zo eenduidig is als de mensen misschien aan de buitenkant zouden willen ervaren. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook het mooie en het spannende van het leven en de kennismaking is. Ja. Jullie voorstellingen vinden vaak plaats op, laat ik zeggen, vreemde of andere locaties dan alleen het reguliere theater. Klopt. Ja. Ja, wij hebben voorstellingen gemaakt in clubs, in oude fabrieken. Kerken. In kerken, we maken... In een piepelwagen heb ik gehoord. Piepelwagens hebben we gedaan. Ja, we hebben in spiegeltenten, op vrij unieke locaties. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat onze theatrale uitingen, laat ik het dan zo noemen, want het zijn niet altijd alleen maar voorstellingen, dat altijd een totaalbeleving wordt. Ja. En juist het moment dat je daarbij het publiek verrast door het op een bijzondere plek te doen, kun je ze nog meer meenemen in die totaalbeleving. Want op het moment dat ze dan die locatie al binnenstappen of aankomen bij die locatie, ontstaat er al een heel ander gevoel. Het is echt een beleving van begin tot eind. Je komt in een andere wereld. Ja. Ja. En dat is wat je bij ludiek sowieso, denk ik, kan ervaren. Zowel emotioneel, maar zeker ook hetgene wat je allemaal om je heen ziet en ervaart. Want ik zei net, jullie onderscheiden je voorstellingen door datgene wat jullie doen, om het een totaalbeleving te maken. Zijn jullie op een gegeven moment op het idee gekomen van, we gaan een totaalbeleving maken om mensen theater op een andere manier te laten beleven dan regulier in het theater? Nou, het is niet zozeer dat we echt op zoek zijn geweest naar hoe kunnen we dingen anders doen. Wij zijn eigenlijk alleen maar op zoek geweest naar wat voelen en ervaren wij en hoe kunnen we dat in de theaters of op de unieke locaties brengen en dingen die daarbij passen. Dus het is nooit geweest dat wij op een of andere commerciële tocht zijn gegaan en gedacht hebben, oh, dat zal misschien wel aanslaan of dat zal misschien wel succes hebben. Wij zijn en proberen altijd trouw te blijven aan onszelf. En we zijn er ook werkelijk ingestapt met het idee, al komt er geen mens, dan hebben we in ieder geval iets met hart en ziel gemaakt. En gelukkig is het tegendeel gebleken. Ja. Er komen mensen gelukkig in grote getalen in heel Europa inmiddels, maar het is voor ons echt altijd de essentie geweest dat we trouw blijven en heel dicht bij onszelf blijven. En dan ontstaat er ook iets, denk ik, wat de mensen bij ons zo kunnen ervaren en waar ze om ze ook zo graag bij ons zijn. Bezield en Filijn waren jullie eerste voorstellingen. Ja. Wat hebben jullie de mensen laten zien door, omdat dat natuurlijk uiteindelijk een succes is geworden en jullie steeds verder konden gaan. Wat hebben jullie de mensen laten zien waardoor het zo succesvol was? Nou, ik denk uiteindelijk dat het niet zozeer alleen is wat hebben ze laten zien. En laten horen. Ik denk vooral dat het is wat hebben ze mogen ervaren. Ja. Want het wordt misschien bijna religieus als ik het zo uitleg. Maar ik denk dat wat zo mooi is binnen die beleving die wij aanbieden, die wij hopen dat mensen bij ons ervaren, gaat het vooral om de energie die ontstaat. Hmm. Doordat wij ons ook elke keer weer volledig openstellen naar het publiek toe. Wij openen echt ons hart en onze ziel elke keer weer opnieuw naar de mensen toe. En ik denk juist dat dat ook als wisselwerking heeft, dat de mensen daardoor ook hun hart naar ons openen. En daardoor ontstaat er een hele mooie energie van liefde bij onze voorstellingen. En ik denk dat dat uiteindelijk ook het unieke is aan onze voorstellingen. Nou, jullie hebben in 2018 een voorstelling gemaakt over Sarah Leander, een Zwitsers-Duitse zangeres. Zangeres. Ja. Zangeres met een hele zware, tenminste een hele donkere stem. Ja, een contra-alt. Ja, een contra-alt. Ja. Ja. Oké, een contra-alt. Waarom over haar een voorstelling gemaakt? Sarah Leander, dat is voor ons echt een inspiratie van jongs af aan. En dat heeft ermee te maken toen ik ooit een lied hoorde van Benny Nijman, Adieu, was ik daar zo door geroerd en geraakt dat ik erachter kwam eigenlijk dat niet oorspronkelijk van hem was, maar van de Zweeds-Duitse filmactrice en zangeres, want die actrices in die tijd, die zongen ook allemaal nog, van Sarah Leander. En ik hoorde op een cassettebandje haar stem. En wat je al zei, het was zo'n diepe, bijzondere stem. Ik vroeg mij ook gelijk af,
wat is dit voor mens? Is dit een man, een vrouw? Nou, dan kom je een beetje op dat androgyne. Ja. Dat was zo interessant. En ik herkende daar eigenlijk heel veel in. Ondanks dat zij al lang dood was, überhaupt voordat wij geboren waren. Maar er gebeurde iets waarvan ik dacht, dit is interessant. En dan hoor je meer muziek, de teksten. We zijn nummers van haar gaan zingen, ook bijvoorbeeld dan in Filijn. En zij is steeds meer in haar leven gedoken. En we hebben zoveel gelezen, gezien, gehoord, mensen gesproken dichtbij haar. Dat we ook merkten dat ze heel erg vergeten was. En dat ze in de jaren dat zij succesvol was, dat was vooral in de 30er, 40er jaren van de vorige eeuw, de oorlogsjaren. Dat daar op een of andere manier ook een oordeel, een vooroordeel over was, over haar carrière, over wie zij was en wat zij deed. Dat we dat heel spannend vonden om daar iets mee te doen. En, ook omdat wij zelf proberen niet zo zwart-wit te denken, ja, in wat wij vinden en beleven. En het rondom haar, wat we de eerste dingen die je rondom haar vindt, ook altijd heel zwart-wit worden tentoongesteld eigenlijk. Mm. En dat vonden we heel interessant om daar dieper in te duiken. En kwamen er ook steeds meer achter wat voor interessant leven zij had naast haar persoonlijkheid als filmdiva, als zangeres. Ja. En juist dat inspireerde ons om uiteindelijk echt een voorstelling over haar leven te maken. Met haar muziek, over haar leven, haar verhaal te vertellen. In de vorm van een soort, bijna als een sprookje van een jong meisje dat uitgroeit tot een koningin in zwart-wit. Oh, mooi. Jullie hebben die voorstelling ook in Duitsland gespeeld. Ja. Die is daar ook zeer goed ontvangen. Ze heeft ons naar Berlijn gebracht destijds, naar Wenen gebracht en uiteindelijk ook naar Frankrijk. Dus Sarah, de voorstelling en alles wat daarmee te maken heeft, heeft onze Duitsstalige carrière enorm in de lift gebracht. En komt daar nog een keer een reprise van ook, van Sarah? Of? Het mooie is dat we met Sarah Leander in Frankrijk mochten werken. Wij creëren alles zelf, dus de basis van de voorstellingen zijn wij altijd samen. We doen dat uit eigen middelen met hart en ziel. Dus dat betekende met Sarah Leander werken we met filmbeelden uit haar carrière, die wij zelf destijds hebben gemaakt op de computer. En toen kregen we de kans door het Franse ministerie van Kunst en Cultuur de mogelijkheid om artist in residence te worden van het Dominicain d'Alsace in de Elsass, om te werken aan iets wat wij aan die voorstelling nog zouden kunnen en willen verbeteren. En dat was dat digitale, dat videodeel, wat wij zelf een beetje knip en plak werken. Ik zeg altijd, oneerbiedig zeg ik wel eens, gingen wij met een PowerPoint-presentatie op pad. Ja. Het was natuurlijk niet zo, zo zwart-wit, maar het mogelijkheid was, doordat wij artists in residence waren, konden wij met de beste videokunstenaars van Frankrijk en misschien wel van Europa werken, die zelfs met ons opnames gemaakt hebben, zodat wij uiteindelijk zelf in de films ook terechtkwamen met en van Sarah Leander. Op de bühne, op de bühne. En hoe was het om met haar te zien? Het was waanzinnig. Nou, het is vooral heel erg mooi. We hebben het al eerder met elkaar gesproken over hoe artiesten vergeten worden. Grootheden vergeten worden. En gelukkig leven ze mede in ons door. En dat geldt voor een Sarah Leander. Dat geldt ook voor veel Nederlandse iconen. Voor veel Duitse iconen. We maken daar veel voorstellingen over. Niet altijd biografisch zozeer. Maar wel de muziek die daar de hoofdrol speelt. En we vinden dat heel erg belangrijk, want ze hebben gemaakt wie wij zijn als mens, als samenleving. En ik vind het heel essentieel dat die muziek gehoord blijft worden. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Kan ik me helemaal bij aansluiten. Fijn. Nee, dat meen ik echt. Nou ja, ik heb jullie ook verteld waar ik me ook onlangs nog een beetje boos over heb gemaakt. Maar gelukkig staat bij die voorstelling van Sarah Christophe Rutsaert in de zaal. Ja. En die dacht, goh, wat zijn die jongens goed. En zo plantte hij een zaadje voor de voorstelling Levenslong. Zeker. En hoe heeft hij contact met jullie gezocht? Wat gingen jullie bespreken over die voorstelling? Want hij had al twee voorstellingen gemaakt. De dag dat ik Robert Long ontmoette en de grote hommage aan Robert. En een hommage aan Robert Long. In Luxor, in Rotterdam had hij dat gedaan. Was ook allemaal uitverkocht. Dus mensen willen nog wel graag zijn muziek horen. Absoluut. En het mooie is wat wij onder andere ook bij die beleving die wij de mensen meegeven, is dat wij ook heel graag na een voorstelling ons tussen het publiek mengen. Wij zijn vaak al eerder in het foyer dan het publiek zelf. En komen daar in gesprek. En de mensen vertrouwen ons de mooiste dingen toe. Maar dat geeft ons ook de gelegenheid dat bijvoorbeeld toen Christophe in de zaal zat, dat wij na de voorstelling meteen met hem in gesprek raakten. Ja. Dat we meteen een soort herkenning in elkaar hadden. En hij ook eigenlijk
heel erg onder de indruk was dat wij jonge mensen toch zoveel wisten over en van Robert Long. Maar jullie zongen in die voorstelling natuurlijk niks van Robert Long. Nee. Nee. Maar tijdens dat is voor Christophe heel spannend om te ervaren, als ik voor zijn beurt spreek hoor, dat je met repertoire, in dit geval was het dan het Sarah Leander repertoire, ja, zoiets unieks en eigens kunt creëren en zoiets van nu. Ja. En voor Christophe was het zo interessant om ook met ons te ontdekken, wat zouden jullie met het repertoire van Long kunnen doen, kunnen creëren? En hij heeft ons, dan maak ik heel veel sprongen even, maar om het gesprek bondig te houden, letterlijk de sleutel gegeven van de schatkamer van het oeuvre van Robert Long. En dan mochten wij in grasduinen eindeloos. We kregen eigenlijk carte blanche om de voorstelling te maken zoals wij hem wilden maken. En ook vanuit ons perspectief en onze interpretatie van de muziek en de teksten. Ja. En dat vertrouwen, dat heeft ons enorm geholpen. Want dat heeft deze voorstelling natuurlijk gebracht. Ja. En dat brengt ons straks ook weer. En Robert postuum weer naar Duitsland. Want wat veel mensen niet weten, Robert had een grote Duitse carrière in de 80, 90 jaren. Met zijn muziek, met zijn platen, met televisieoptredens. Ja, want hij heeft van zijn eigen nummers, nou misschien wel 80 nummers, 100 nummers in het Duits vertaald. Ja, hij heeft het laten hertalen door Michael Kunze, de wereldberoemde tekstdichter die musicals schreef, zoals Dans de Vampieren en Elisabeth, maar ook bijvoorbeeld grote hits als Doel van Peter Maffay enzovoort. En die heeft destijds al een deel van het repertoire hertaald voor Robert, ook om daarmee misschien de bühne op te gaan. En hij was in een vergevorderd stadium in zijn leven, zelfs aan het repeteren, om uiteindelijk die stap te gaan zetten, om ook letterlijk om op Duitsland de bühne in Duitsland te gaan. Heet en ook mooi Endlich hier. Endlich hier. Ja. En helaas mocht dat niet zo zijn, want hij werd ziek en niet veel later overleed hij. En dat was ook iets wat Christophe bij ons zag, van Nederlandse artiesten die succes voet aan bodem krijgen in het Duitsstalige Europa. Dat waren allemaal raakvlakken waardoor we ook bij elkaar kwamen. En wij hebben dan de hele grote eer om, ik zeg maar in de schaduw van Long, deze voorstelling vanaf oktober ook in Duitsland en later in Oostenrijk te mogen spelen. Ja, ja. Dus zeg maar in oktober 23 tot december 23 spelen jullie in Duitsland en Oostenrijk. Ja. Maar, let op kijkers, vanaf januari 2024. Zeker. Yes. Dan komen jullie naar Nederland terug. Nou, het is het is leuk dat je het zegt, want de voorstelling Levenslong die afgelopen januari in première ging in Baren, had eigenlijk op voorhand al, er waren vrijwel alle zalen uitverkocht. En we stonden in kleinere, maar zeker ook middel- en grote zalen. En er was eigenlijk geen kaart meer te krijgen. Er waren voor sommige zalen wachtlijsten 3-4 keer zo lang als de zaal groot was. Ja. Dus toen ontstond ook gelijk het idee om een reprise te gaan plannen. Gelukkig was er heel veel vraag van de theaters en het publiek. Dus is er inderdaad zo dat we vanaf januari 24 tot en met de maart, april 24 zullen gaan toeren opnieuw in Nederland met Levenslong. Met ruim 40 voorstellingen. Dus hou het in de gaten. En ook veel in Noord-Holland. Op welke site kunnen we dat in de gaten houden? Nou, dat is heel makkelijk. Op robertlong.nl staat alle informatie over de voorstelling, dus de speellijst te vinden. En op die manier zijn ook links, kun je meteen doorklikken naar het theater bij jou in de buurt. En we komen ook heel veel in Noord-Holland. Dit keer, want je gaf het al even aan daar straks, jullie waren dit jaar slechts in een aantal theater. Ja, in Spanbroek, in Hoofddorp en in Enkhuizen. Dat klopt. Drie keer. Dat klopt, maar we komen nu, en ik had even een spiekbriefje gemaakt hoor. Maar we komen nu in Hoofddorp, nog een keer opnieuw. Ja. Uit Geest, Hoorn, Alkmaar, Boven Karspel, Diemen, Amsterdam, Den Helder. En dit is even wat ik zo in de snelheid kon opschrijven. Wow, maar Uit Geest is vlakbij waar we nu zitten. In de Zwaan zal dat zijn. Klopt, in de Zwaan. Ja. En ik ga ernaar uitkijken. Wij zitten op de eerste rij als jullie... Je bent onze eregast. Onze eregast, absoluut. Ontzettend leuk. Zijn we dingen vergeten te benoemen? Of zijn er dingen die jullie nog benoemd willen hebben? Nou, wat ik wel heel mooi vind is, nog even kort over de voorstelling, is dat met het vertrouwen wat Christophe ons gegeven heeft, nieuwe paden te bewandelen met het repertoire van Long, dat het ook dat wij daar ook de unieke mogelijkheid hadden om voor het allereerst ook de teksten en de muziek van Robert Long om te zetten in muziektheater. Want in de traditie van Long wordt het vaak als theaterconcert, als chansonnier in het theater gebracht, als zanger in het theater. En wij hebben het echt samengevoegd tot een verhaal, een universeel liefdesverhaal. Je bladert met ons als het ware door het fotoalbum van een liefde.
En daardoor hebben wij wel de unieke mogelijkheid gekregen om dus deze teksten een hele nieuwe en hele eigen vorm te geven. Die, zoals we merken, heel erg aankomt ook bij het publiek. Leuk. En het ook een heel nieuw publiek weer kennis laat maken met dit repertoire, dit fantastische repertoire. Ik vind het ook nog even leuk, want dit ligt wel heel mooi hier, maar het jasje wat jullie aan hebben. Ja, dat is zo'n mooi verhaal. Want dat verhaal vind ik eigenlijk ook wel heel mooi om nog eventjes erbij te vertellen. Ik zal het boek er even onderaan, dan zie je de achterkant. Dan ziet jasje in zijn geheel iets duidelijker. Dit is, in de samenwerking met Christophe heeft hij ons niet alleen de sleutel naar de schatkamer gegeven, maar ook heel veel vertrouwen op andere vlakken. Daaronder heeft hij ons ook toevertrouwd dat wij voor het campagnebeeld het trouwpak van Robert Long mochten gebruiken. Wij dragen dat ook allebei, zoals je de voorkant ziet. En de datum staat er ook in. Jij en ik, de datum van hun huwelijk, 6-12-2005. En ook de ketting die we dragen is de ketting die Robert Long dagelijks gedragen heeft. De hanger die eraan zit is uit de periode ook dat hij met Unit Gloria optrad. Dus wij mochten letterlijk... Wij mochten hem letterlijk op onze huid even ervaren. Ja, zo voelde en het ook. Hij voelde daarom ook heel erg dichtbij, want wij zijn helaas te jong om Robert persoonlijk te hebben gekend. Maar dit was wel een heel uniek moment. Ik denk ook heel tekenend voor de bijzondere samenwerking die wij met Christophe hebben. Zeker. Martijn en Gerard, dank voor jullie komst en ik wens jullie ongelooflijk veel succes, zowel in Duitsland, Oostenrijk, als vanaf 24 januari 2024 in Nederland. Dankjewel. Dank voor jullie komst. Heel hartelijk Wat mij betreft graag tot de volgende aflevering van Bekijk het maar.